En nou is het een paar uur later dan ik het gemaakt heb met dat snel drogende houtrotvuller. En nou ga ik dat eens kapot slaan. Gaan we eens kijken hoe sterk is dat nou. Nou, dan neem ik een vuistje. Dat is een licht vuistje hoor. Maar dan gaan we eens even, want hier zit er dus geen schroef in. Hier wel, hier zit een schroef er doorheen, maar deze niet. Nou, ik val me een beetje tegen. Ja, maar dit is, het hout zit er wel aan, hè? Kijk, hier zit allemaal stroken hout. Dus ik heb het hout eraf geslagen. Dat is toch redelijk goed, hoor. Maar, kijk, hier is dat. En, nou kan ik ook dit nog even doen. Nou, dat maak ik niet zomaar kapot. Ja, het hout laat je kapot. Dit ging goed, dus ik heb er onvoldoende op gesmeerd, denk ik. Ik denk dat dat... Wat zou je hier aan kunnen doen? Ik denk, als je dit een beetje hol uithakt en, daar, en dat vult met dat, die snel drogende... Dat hij dan meer massa krijgt, waardoor het sterker wordt. Ik denk dat ik dat eens ga proberen, die truc. En dan ga ik het nog een keer kapot slaan. Ik zaag hier een stukje af. Ik ga hier een stukje uithakken. Een beetje hol maken of zo. Of dit hol. Dat kan je natuurlijk ook doen, dat je dit een beetje uitholt. En dan er zo op zet. En dan ga ik hier zo eraan lijmen. En dat is kopzout. Dan gaan we dat nog een keer doen. Stel dat ik dat hier erop wil hebben. Ik teken dit af. En dan ga ik dit een beetje hol hakken. Met een guts of zo. Dan zal ik dit ook goed insmeren, dat die nerf goed dicht zit. Zo, het lijkt me wel handig. Nou, dan moet ik eigenlijk wel een lijmklemmetje erop. Ik heb nou zo'n klosje eronder gemaakt als oplegging. Maar het is natuurlijk mooier als dat rond is. Dat je dus een soort ronding erin hebt. Maar ja, dat kan je met een lintzaagje uitzagen. Maar dan moet je weer schuren. Maar als je nou met een grote gatenboor hier een gat in kan boren. Dan is dat wel zo handig, denk ik. Dus ik ga dat eens proberen. En ik heb nou zo'n klosje afgezaagd. En dit is de andere kant ervan. Kijk. En als ik dit nou aan elkaar lijm. Met smeltlijm. Dat kan je ook later loskrijgen. En dan boor ik hier een gat in. Maar dan ga ik nu even kijken. Hoe groot moet dat gat nou zijn? Niet te groot natuurlijk. Als je nou 4 hebt. 2 centimeter erdoor. Dat zou wel mooi zijn. Ik probeer deze eens. Ja. Ik ben benieuwd of die dat goed vast wil houden.
daar komt het natuurlijk wel op neer. Hoe is die? Komt er wat uit? Ja, er komt wat uit. Hoe lang zou je dat moeten laten afkoelen, dat het zijn kracht krijgt? Dat weet ik eigenlijk niet, want ik ben bang dat dat... Ik denk toch dat ik er een klemmetje ook op zet. Of hier in de bankschroef. En goed recht houden. Oh, hij staat op kloppen. Ik dacht dat dit was... Ik heb hem hier nou in één kant erin gelijmd met die sneldrogende houtrotvuller. Ik ga hem een beetje schuren dat hij er mooier uitziet en dan ga ik hem losslaan. Ga ik hem kapot maken. Kijken hoe sterk dat hij is. Zo ziet hij er dan aan beide kanten eruit. Ik heb hem een beetje geschuurd. Kijk, nou zit hij hier gelijmd en met die klos. Dus dit is de bovenkant van de leuning van het hek. Ja, nou hij trekt de vezels eraf. Dus ik had dit een beetje gehakt, als ik me goed herinner. Kijk, ja, nee, scheurt gewoon het hout af. Even kijken, kan ik dit laten zien? Kijk, dit is allemaal hout. Het is een laagje hout die er gewoon ermee afgeslagen is. Maar als dit ook weer hard hout is, want dit kan natuurlijk heel makkelijk kapot. Want het is hier op de nerf, aan die kant, ja, dat kan heel snel kapot. Dus je moet deze tegen de stijl lijmen. En dan is dit zwakker gedeelte dan als ondersteuning. Want dat,
Dat kan hier in die hoek, is het heel erg sterk. Dus ik kan laten zitten. Zo. Nou heeft hij tot duidelijk meer moeite mee. En zo zie je dat je, als je dat twijfels hebt of zo, of je denkt, ja, kan dat nou wel, dan doe je een proef. Dat heb ik heel vaak in mijn timmertips laten zien, en dit ook weer. Dus alle dingen die gemaakt moeten worden, moet je ook eens een keer een proef draaien. En als je iets nieuws maakt vooral, en je hebt daar niet helemaal helder ideeën over, dan ga je dat controleren of dat goed is. Nou, en dat heb ik heb dit goedgekeurd als voldoende, dat je dat zo kan doen. Dus je kan, als je hier een baluster hebt, je hebt twee leuningen, kan je dat rustig aan elkaar lijmen. En dan kan je er nog een schuine schroef in zetten, ook als je er geen vertrouwen in hebt. Of aan de onderkant zou ik dat dan doen. Dus dit is de leuning en dan komt hij zo. En je schroeft hier vandaan een flinke lange schroef erin. Nou. Het kan geen kant op hoor. Prima deluxe.